Loonbedrijf Van Une uit Emmeloord laat er geen gras over groeien. Ze hebben direct voor hun trekkers een kentekenbewijs en kentekenplaat aangevraagd. Daarmee zijn de trekkers van Van Une een van de eerste in Flevoland met een kentekenplaat. Het is even wennen natuurlijk en het is even een klus om alles geregistreerd te krijgen. En het zal misschien zullen we nog niet heel positief naar kijken. Maar ik denk dat je in de toekomst dat het wel een heel positief iets is voor de sector. Ook de brancheorganisatie voor loonwerkers is blij met de verplichting van kentekenplaten. Het is een hele belangrijke stap voor agrarisch Nederland en loonwerkend Nederland dat we de kentekens erop hebben. En dat wij ook in de toekomst kunnen zorgen dat wij veilige routes kunnen creëren voor de gekentekende landbouwvoertuigen. Het klinkt allemaal van, god, er komen nog meer regeltjes bij. Maar u zegt eigenlijk, nee, dit is eigenlijk wel fijn dat dit er nu is. Wij zijn blij dat de landbouwvoertuigen op dezelfde manier gereguleerd zijn als overige voertuigen. Dat is goed voor het imago, want de wegbeheerders die nemen landbouwvoertuigen helaas niet altijd serieus genoeg. En die zeggen, er is bij jullie helemaal niks geregeld. Nou, vanaf dit jaar zijn we op dezelfde manier gereguleerd als de overige voertuigen. Vanaf 2015 moet de bestuurder een T-rijbewijs al hebben. En we hebben nu het kenteken erbij. Het landbouwverkeer is geen anonieme verkeersdeelnemer meer. Dit jaar is hun overgangsjaar. Boeren en loonwerkers kunnen hun trekker aanmelden bij het RDW. Als ze dit volgend jaar zouden doen, komt er meer bij kijken. Dan moet de trekker eerst een APK ondergaan voordat het de weg op mag. Brancheorganisatie Cumerla raadt dan ook aan om juist nu alvast je trekker te registreren. Je heeft net de eerste plaat bevestigd. Hoeveel moeten er nog? Voor de trekkers hierna nog 6. En van de zelfrijders waren ook een kenteken op moet. 15 en nog een paar aanhangwagens, keepers en wortelkarren, die moeten, ga ik ook voorzien van een kenteken. Hele klus lijkt me dat. En dan, ik ben er nog wel even mee bezig, maar dat moet goed komen. Per trekker hoeft maar 1 kentekenplaat bevestigd te worden, want van het RDW krijg je er ook maar 1. En die moet aan de achterkant. Dat is uit kostenoverwegingen gedaan, omdat die plaat kost ongeveer rond de 10, 12 euro. We praten totaal over de registratie rond 700.000 landbouwvoertuigen die in 2021 geregistreerd moeten worden. Ja, en als je daar 12 euro extra keer 700.000, dan loopt dat echt in de papieren. Dus uit kostenoverwegingen is voor gekozen om net als bij de motorfietsen alleen een kentekenplaat achterop. Loonbedrijf Van Une moet zo'n 30 kentekenplaten aanvragen. Toch doet het bedrijf dat graag, want trekkers met een kentekenplaat mogen harder rijden over de weg. De snelheid wordt verhoogd van 25 naar 40 km per uur. De snelheid die gaat omhoog en we mogen hopelijk zometeen ook op bepaalde rondwegen hier in Flevoland, waar we momenteel niet met landbouwverkeer langs mogen, wat voor de meesten eigenlijk een beetje onbegrijpelijk is. En wat ook een hele goede is we kunnen makkelijk de trekkerhistorie terugvinden, dus wie eigenlijk allemaal de eigenaren zijn geweest in het verleden. In 2025 zijn kentekenplaten verplicht voor alle landbouwvoertuigen.